het is lang geleden. Leuk. Ja, daar zijn we. Ik ben weer uit huis. Yeah. Dit is de eerste keer dat ik 3 weken thuis gezeten. Ik heb mijn eigen echt beroerd gevoeld. Echt beroerd. Ik dacht echt even dat het af en toe niet meer ging. Maar onkruid vergaat niet, hè? Nee. Onkruid vergaat niet. Ik ben vandaag met Wilco. En we gaan gewoon lekker eventjes het veld op. Geen haast. Nee. Geen moeten. Geen... Gewoon lekker gestellig. Ontspannen. Gewoon even ontspannen, lekker zoeken. Eerst een bakje koffie en een krentenbolletje, want op een lege maag kan je niet zoeken. En dan... Gaan we wel zien, hè? Gaan we wel weer zien. Zo is het. Leuk. Ja, en vanaf dit moment neem ik dus de video eventjes over. Het zit zo, mijn microfoon was gecrashed. Heel veel wind, heel veel ruis. Nou, hier vind ik dus mijn eerste vondst en dat is een hele mooie Willemsend. Heel strak. Dus altijd welkom. Superleuk. Ja, een knoop. Ik heb hier een knoop gevonden en die knoop, er zit een gezichtje op. Dat gezichtje zit los, dus ik moet heel voorzichtig zijn. De achterkant is los, dus als je hem te hard beweegt of dan valt hij er vanaf. Dat is nogal wieders. Treinwieltjes, speelgoed ben ik altijd gek op. Het is een ketelklepje. Ketelklepje zat altijd voor op de ketel, op het theepot. En daar kwam het stoom er niet uit en er viel geen stof in. Dus eigenlijk gewoon een praktisch dingetje, meer niet. Je vindt ze trouwens best veel. Ja, dit waren 2 duitjes op elkaar. Ik heb geprobeerd om ze vast aan elkaar te houden. Je mag het geen muntschatje noemen, maar ik vind het wel ontzettend leuk dat er 2 duitjes op elkaar geplakt zitten. Maar in mijn tas zijn ze toch weer uit elkaar gevallen. Dus, ja, voor iedereen die mij lang genoeg volgt, weet dat ik niet van poppen hou. En zeker niet van hele kleine poppetjes. Maar goed, het is een oogvondst, een stenen poppetje zonder armen en zonder kleren. Ja, geef mij maar de toy soldiers in plaats van de poppetjes. Nou, nog een leuk zegelloodje. Soda. Rotterdamse fabriek. Dus, ja. Ik trek hier een vondst uit de kluit. Dat zat nog vast. Ik wilde even, ik dacht eerst dat het echt een hele leuke vondst was. Is het ook wel, maar het is de dop van een... poeier of suiker of peper pot. Er zitten allemaal gaatjes in de dop en daar kan je mee strooien. Een mesheft, die was ooit verzilverd geweest, dat weet ik zeker. Maar ja, dat is er allemaal af. In ieder geval een flink grote mesheft. Lekker massief, lekker zwaar. Ja, Wilco die lacht, want die heeft iets ontzettend gaafs gevonden. Het is een, ik denk een soort kerkelijke penning. Je ziet een kelk. Ja, wierook of bloemen, daar twijfel ik over. Op het veld dacht ik echt wierook, nu twijfel ik of het bloemen zijn. Maar ja, het lijkt me echt iets katholieks, iets kerkelijks. Het is van lood, het is van lood. Looie penning. Als jullie het weten, hoor ik het heel graag onder in de comments. Prachtig ding, trouwens. Ik was best wel een beetje jaloers. Mooie soort tabaksplant aan de andere kant. En aan de voorkant nogmaals een kelk. Met de letters heb ik nog niet kunnen ontcijferen. Het lijkt op SK. Dit is dan weer een iets jongere vondst. Ik denk vanaf 1900. Echt een grote gesp. Beetje psychedelic. Beetje art deco. Ja, hoe zou je het noemen? Met... alles er nog op en eraan. Hij is nog helemaal heel. Dus dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke vondst. Het kwam trouwens onwijs goed door. Dit is een vochtvanger. Aan de ene kant kwam de pijp. En aan de andere kant zat een buisje. En dan kon je lekker roken. En dan kwam niet het vocht in de pijp. Ja, als je hem zo houdt is het net de muts van Kabouter Plop. Kijk, daar gaan we natuurlijk altijd voor. Prachtig sierpaardje. Ziet er super mooi nog uit. Gedetailleerd zadel. Staart er nog op. Alle 4 de benen er nog aan. Super. Daar was ik echt heel blij mee. Tondeldoosje.
Meest zijn ze, nou ja, ze zijn vaak van zilver, maar deze is van een soort tinachtig iets. En ja, is altijd leuk. Aan de onderkant zitten de ribbeltjes en het dekseltje was weg. Lekker bakje koffie. Hier, we gaan eerst even kijken. Kijken hoe ver we komen. Ja. Nou. Je komt uit de Zaanstreek, hè? Niet uit Den Haag. Nee, juist. Lekker bakje vol. Nee, ik heb genoeg. Okay. Dit was, we begonnen met de bakkie. We begonnen met de bakkie, maar we eindigen ook met de bakkie. Ja. Ik heb ondertussen een loopneus en niet meer van de corona, maar van het lekkere weertje. Ja. Lekker vitamine D opgedaan. En was leuk. Was leuk. Ja. Lekker gevonden. Zeker. Lekker gezocht. Ja. Lekker genoten van de natuur. En dat was hem weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Maar niet voordat jullie een duimpje omhoog hebben gedaan. En voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn, druk nou eventjes dat knopje in. Hoe eerder ik bij de 8000 subs ben, hoe eerder ik die cadeaubonnen weg mag geven. Het lijkt wel alsof niemand ze wil hebben. Druk nou dat knopje in, het kost niks.